Hallo mensen, leuk dat kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD voor Amor en vandaag gepot met deze T6. Gemaakt door het ministerie van Mod 6 niet af. Hij zal binnenkort waarschijnlijk wel in de release gaan, maar dat bepaal ik natuurlijk niet. Dus jullie zien hem vanzelf wel, of niet. Ik ga er maar vanuit. Hij is super vet, nu al, vind ik. Gewoon details zijn mooi. De sirene speaker, de grillflitsers, het dak. En als je zo kijkt, lijkt hij gewoon alsof hij door... Ja, gewoon ja, hoe die in het echt is, dat is natuurlijk ook logisch. Dat is natuurlijk het doel van modden, hè, om hem zo echt mogelijk te laten lijken. En ik denk dat het al redelijk goed is gelukt. Vandaag dus de nacht in met de T6. Geen bijzonderheden om te melden. We hebben de GoPro om, we hebben de taser aan het been hangen. En we kunnen de straat op gaan. Ik zou zeggen, laten we vertrekken. Voertuigcontrole vandaag is niet, anders is het ook zo elke video standaard. Hè. Ik zal het snel voor jullie laten zien. Of ja, in dat opzicht voertuigcontrole niet, bedoel ik daarmee niet... Via de Roxa Editor, ik zal even blauw voor jullie testen. Ik zal voor jullie oranje even testen. Dat is echt allemaal kut. Waarom verandert dat niet? Ik heb het veranderd. Dit is oranje. Cancel ik hier weer. Zo. We hebben geloof ik een groen. Ja, deze. Werkverlichting. Zo. En dan zo. En dan zo zo. En dan zo. En dan zo. En dan ga je wel weer aan. Ambulance, maar die hoeven niet. Komt goed. Blauw staat toch aan. Geloof ik. Iets staat aan. Zie je? Rijdt alsjeblieft prio 1. Waarom zie ik blauw reflecteren? Of staat daar gewoon iets? Of reflecteer ik blauw? Ja, ik ben blauw. Want je kan niet tegen, hè? Iets staat hier met blauw aan. Ben ik dat nou? Ja, ik ben dat. Maar daar word ik niet goed van. Nee, dat vind ik niet chill. Ambu is aanrijdend. Steeds die blauwe reflectie om me heen. Of ben ik nou gek aan het worden? Nee, ik ben het niet. Toch? Nee, daar beneden staat iets met blauw aan. Ik weet niet wat. Maar ik in ieder geval niet. Jij rijdt de rood. En hebt een kapot voertuig. En hebt paarse verlichting. Dus gaan we even een kant zetten. Gaat hij er vandoor? Ja, die gaat er vandoor. Zij achtervolging. Volgt hier een eerst als je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We have a 148 on Vespucci Boulevard. Hij gaat het gelukkig niet lang mee. Want hij is kapot. En hij rijdt zich hier zelf. Oh, we gaan niet tegen verkeer in de snelweg op. Hij rijdt zich hier zelf, zeg maar, klem. Voor de middel zijn we ochtend, dat is niet helemaal de bedoeling. Dus we zetten ze op de tijd even goed, want ik wilde wel lekker nachtdienstje gaan draaien. Uitstappen, handjes omhoog, geen rare dingen doen. Je gaat het toch niet winnen, vriend. Kom hier, verstand dat je overgeeft. Dus je bent bij deze aangehouden, negeer een stopteken. Maar niet de andere verplicht, je hebt recht op een advocaat. Als Wim jou zit te boeien, dan gaan wij de tijd weer even zetten op. Zo, en dan doen we maar gewoon even voor de goede orde. Dit, mooi. OC, graag een transportje deze kant op. Ga ik zo meteen trouwens wel vragen. Ik ga je nog even fouilleren, heb je dingen bij die bij me hebben. Dus gewoon verplicht voordat we transport gaan starten. De vraag is, zullen we de auto even hier op de parkeerplaats zetten? Hij heeft niks, ja, een zakmes heeft hij bij. Mag aan de ene kant niet, de andere kant wel. Een collega vraagt om een even kijken, zullen we de auto hier op de parkeerplaats laten staan? Of in beslag nemen, neem in beslag. Of ik laat hem hier wel afslepen en dan verzinnen jullie maar wat ermee gebeurt. Ik ga je wel nog even laten blazen en een drugstest afnemen, want je ogen zien rood uit. Het kan zijn omdat je moe bent. Het kan ook zijn omdat je drugs of alcohol op hebt. Moet je wel even snel zijn. Blaas drugs op zeg. Blazen. Je wil niet meewerken, oké. Mag nog even spikseltest afnemen. Voordat we... Ja, wacht. En... Oké, positief op cannabis. Dus rijdt onder invloed sowieso. Ademanalyse moet nog op het bureau worden afgenomen. Als je daar ook blijft weigeren, is er rijbewijs ingevorderd. Oh. Hier zien jullie twee generaties. T5 en T6. Uiteraard links van mij is nu de T5. En dit is de T6. Het grootste verschil vooral is natuurlijk wel het busje, maar je ziet hier ook de T5's hadden bijna nooit een Volkswagen logo voorop. En die sirene speaker was wat minderlijk zichtbaar dan wel niet zichtbaar. Hier zo.
Ja, dat. Voor de rest hetzelfde opbouw. Weer een auto met geel lampjes. Ik heb jullie dat laatst gevraagd. Moet ik nou elk voertuig wat ik zie met gele verlichting aan de kant, of met verlichting onder het voertuig aan de kant gaan zetten of niet? En ik meen dat ik daar niet echt heel veel reacties over heb gelezen van ja, wel doen of niet doen. Dus nogmaals de vraag, moet ik nou elk voertuig, want het zijn er nogal wat, aan de kant gaan zetten, bekeuren, misschien wel invorderen. Omdat het gewoon niet toegestaan is. Of zeggen jullie nou, het was leuk de eerste paar keer, maar nu hoeft het wat ons betreft niet meer. Laat het even weten. Wil ik wel echt, dit soort dingen wil ik weten. Want aan de andere kant, dadelijk ga ik krijgen dat ik comments krijg als ik ze negeer van ja, maar daar rijdt er een met verlichting, waarom negeer je hem? En dan is het weer, dit is saai, je moet ze niet allemaal aan de kant zetten. Dus we gewoon even weten van jullie van wat zeggen jullie ervan, wel of niet. En dan de meeste stemmen gelden. We've got a suspicious person in Los Santos. Hebben we niet gedaan. Collega is bezig met een staande houding van een voertuig. En die hier gaat er een gestolen voertuig langs. Ik wilde zeggen, daar gaat alles goed zo te zien. Ik was even aan meekijken, maar nogmaals, we hebben nu een gestolen voertuig hier. Het stuur is trouwens ook weer terug, hè, voor de mensen die er nog niet op was gevallen. Jullie wilden dat graag. En dan krijgen jullie het ook. Ik kan geen achtervolging oproepen nog. Ik moet hem eerst even een stoptekentje geven en dan gaat hij er waarschijnlijk vandoor of niet. Hè? Dat kan natuurlijk ook. En dan kan ik pas... Ja, die gaat er vandoor. Ik kan nog steeds de B niet ingedrukt houden voor achtervolging. Dan gaan we zelf oplossen. We hebben suspicious activity in Burton. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Zegt de volging, hallo OC. Gaat hij nou rechtdoor? Oh, ik dacht dat hij gewoon rechtdoor de afgrond inging. Even op een statusje niet inzetbaar gemeld. We gaan de snelweg op. Rechts vrij. Ja, dat gaat een lange worden, denk ik zo. Bijna zelf van de weg af. Het is natuurlijk, ja, aan de ene kant moet ik een pitje geven. Dat is een beetje, ik wil hem best pitten, maar dan krijg je daaruit dat hij volledig over de kop vliegt en dat is natuurlijk niet verantwoord. Dat wil je niet bereiken met een pitje, maar je wilt hem ook tot stoppen dwingen. En ik kan gewoon, ik druk nu de B in, er gebeurt niks. Ik kan geen achtervolging oproepen. Ik kan hem geen stopteken meer geven. Die hebben we al gegeven en die negeerde die. We rijden in zijn slipstream of zo. Het scheelt wel tot nacht is, het is duidelijk rustiger op de weg. Ja.
Waar is hij nou heen? The fuck is hij heen? Oh daar kijk, what the fuck hé. Ik was hem echt kwijt. Staan blijven. Achtervolging, te voet. 12.05, ik ben onderweg. Bij de legerbasis. 2010, we hebben... Staan blijven, er wordt geweld gebruikt. Wat is dat geweld dan? Geen idee, ik roep ook maar wat. Kan ik me slaan zo van afstand dat je ineens daar naartoe teleporteert? Kennen jullie dat? Als je net in de buurt bent van iemand... Kan ik deze achtervolging... Nee, ook niet. En Wim wordt ook nog moe. Ah, daar komen ze. De Marsje C is erbij. Pak hem! Nee, kut. Oh, dit wordt zo lang teruglopen naar mijn voertuig. Staan blijven! Kom op! Je hoort me toch niet, maar dan maakt niet uit. Meneer! Politie, als je nog niet door had. Wie is dat? Dat is een collega. Oh my god, hij is gewoon veel te snel voor me. Wim, jij moet naar de gym. Want je conditie is... beetje slecht, ja. We moeten gaan afbreken. Wim houdt hem niet meer. Ja, vriend, ik ga die gewoon eens been schieten. Ik ben er helemaal klaar mee. Zo. Doe ik even wat. Maat, kom op. Ik kan geen achtervolging oproepen. En we gaan dood van het rennen. Ja, ik weet het. Wim, oh my god. Ik kan niet tegen, hè? Die gast die rent gewoon door alsof er niks is. En Wim die is back off. Oké, mijn best dat die wegrent. Maar dan moet je wel ook als... En ja, het is natuurlijk onzin wat we allemaal zitten zeggen. Maar dat... Zij moeten ook buiten adem kunnen gaan. Dat is niet eerlijk dit, hè. Gewoon een topatleet, laten we het daarop houden. Is Usain Bolt die wegrende voor me. Zien we de collega nog ergens rennen? Jij bent een collega, hè? Daar rent hij, ik zie hem. Zo, nu staan blijven. Liggen blijven in ieder geval. Als ik je maar kan aanhouden. Kom op, meewerken. Don't you move. Ik zei toen net van, ja, ik schiet hem wel even in het been. Dat was duidelijk in zijn arm. Maakt niks uit, kan allemaal. Zo, eenmaal aanhouding. Dat duurde pot non is u lang. Eén collega vraagt om een assistentie. Ja, in het echt waren we gewoon de lul geweest. Dan hadden we natuurlijk... Weet je, als dit gebeurt, dan vraag je collega's erbij die met het voertuig naar jouw locatie doorrijden. Die collega's die gaan verder rijden, die zien hem rennen. Die rijden deze kant ook op, komen uiteindelijk hier tegemoet. Verstopt hij zich ergens, roepen we de Zulu erbij. Dus uiteindelijk was het wel goed gekomen voor ons dan wel de... Of ja, uiteindelijk hadden we hem wel gepakt in het echt, maar hier kon ik gewoon niks. Weet je... Als ik echt een achtervolging zat, dan zie je hier niet code 3 staan, maar pursuit. Weet je, dan had ik nog iets gekund. Maar ja, nu dus niet. Maar maakt niks uit, we gaan door. We zetten ons weer beschikbaar voor meldingen. En in dit regenachtige weer gaan wij hopelijk nog lekker in de auto kunnen blijven zitten. Eens even kijken hier zo. Daar gaan we even heen. Make your way to the rescue vehicle. Make your way to the hiker and you... wat? Kan ik dat hier teruglezen? Hier zeker, hè? Make your way to the hiker after you have entered the rescue. Oké, dus we moeten even een redvoertuig gaan ophalen.
Die ligt, die staat hier zo te zien, denk ik. Ik zie geen andere locatie. En dan moeten we met dat rescue vehicle richting deze gewonde persoon gaan. Ik neem aan dat dit een prio 1 melding is. Zo gaan we er in ieder geval wel heen. We kunnen lekker gas op die snelweg. Hier alleen even opletten. We gaan hem meemaken. Nog nooit deze melding gehad. In joh. Hier zo. Ah, we gaan hem meemaken. Laat dat stuur gewoon zijn werk doen, hè. Dat stuur doet grotendeels van het werk gewoon lekker. En terecht ook. Hier staat een voertuig, verdacht. Kijken we straks wel naar op de terugweg als we hem nog treffen. Dit rijdt eigenlijk best wel leuk en lekker. En wat ik al zei, dat stuur dat doet grotendeels van het werk gewoon. Ik hoef alleen maar een beetje rustig. Niet, ja, ik moet hem zeg maar een beetje tegenhouden. Kijk, nu gaat hij zelf een beetje terug naar links. Nu in de bocht naar rechts. Kijk eens, nu stuurt hij weer terug. We moeten alleen zorgen dat we niet de afgrond in, tot hij niet zelf de afgrond in stuurt. Is dit het rescue vehicle? Nou, ving overdreven. Griekse ei. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Nou, we hebben geen zicht, maar ik ga gewoon met mijn... Ik ga gewoon met mijn T6'je hoor. Oké, ik snap misschien toch dat dit niet voor de T6 was. We gaan een berg beklimmen met de T6, joh. Ja. Ja. Ja, 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 ja. What the fuck is dit? Goeiedag, Eem. Oh, ik dacht echt dat het een kangaroo was, gek. Ik dacht echt dat is een kangaroo. Goed volk hier. Thank you for coming officer. We zijn weer net veel weer wel. Oké, ze is hem wel geworden mooi. Goeiedag schotel. Kom maar erin. We moeten hem wel schoonmaken dadelijk. Ik breng je even terug. Heeft u een ambulance nodig, beste mevrouw? Hey, sorry I didn't get back to you earlier. I was stuck on WCB. Ja, stap in dan. Loop je naar... Zit je nou gewoon over een beach club house gebeuren te praten? Hier komen, instappen of ik hou je aan. Het was eigenlijk een belediging. Dat je mij helemaal deze kant op laat lopen en vervolgens met deze aangehouden omdraaien. Dan denken jullie, huh, waarom hou je er nou aan? Ik zet erachter in de bus en beneden laat ik er weer eruit. Ja, slimmer van nagedacht hè. Maar ik moet er even boeien. Nou mevrouw, ik ben geen taxi.
Dus wat we gaan doen. Ik ga wel een taxi voor u bellen. Of een ambulance. Nou, ze liep net goed. Ze was alweer enthousiast aan het bellen. Ze kon het gewoon niet meer aan. Ik ga een taxi bellen voor mevrouw. En dan ga je nou weer terug naar boven? Dat dacht ik toch. Hoi met Wim, taxi alsjeblieft. Ik kan mijn locatie zeker niet vinden. Kijk eens aan, die was toevallig in de buurt. Daar komt hij als het goed is al. Super, dankjewel. Toet toet. Zo, het beste. End. En dan gaan wij naar nog één melding en die gaan we in de stad weer doen. Dus we gaan terug naar de stad. Ik zie jullie daar zo meteen. Ook al is het een KUT snelweg, je kunt wel wat snelheid maken, maar als het dadelijk misgaat, dan gaat het ook goed mis. Zoals hier, dit is toch gevaarlijk, hè. En dit, oh yes, gaat keigoed. Niks aan het handje. Nou, links in beeld staat al de hele tijd de melding, zeg maar. Hè? Dus eigenlijk gewoon iemand heeft een melding gedaan van iemand die met een vuurwapen duidelijk zichtbaar over straat liep. In Amerika is het natuurlijk zo dat je een vuurwapen gewoon in principe bij je mag dragen. Als je daar een vergunning voor hebt. Maar wel geborgen, meen ik. Als je het zichtbaar draagt, moet daar ook een reden voor zijn natuurlijk. Nou, oh, daar komt een hert. Ik zag hem. Gaan wij gewoon weer even uit van de regeltjes in Nederland. Er is dus een melding gekomen van een persoon die met een vuurwapen rondloopt. Ook al ziet iemand dat die achter in je broekzak zit, zeg maar. Of ja, je weet wel hoe die gangsters dat dragen voor in hun broek of achter in hun broek. Maar niks uit, het is niet toegestaan. Dus we gaan snel naderen. We gaan de persoon even zoeken. Die zal waarschijnlijk op een afgelegen terrein staan. Die staat daar, ja. Oh, dat is een groot wapen. Dat is iemand van het leger. Dat is airsoft, denk ik. Maar ik ga hem toch naderen. Alsof het een vuurwapen gevaarlijke verdachte is. Maar ik wil toch even weten. Dat is iemand van het leger. Die draagt een heel legerpak. Ik heb... Wacht even. Ik zou in principe toch... Goedendag. Je bent van het Nederlandse leger. Hey, 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 hey! Hey vriend! Wapen laat vallen, laat vallen. Handen omhoog. 12.05, ik ben onderweg. 12.02, OC, we komen eraan. 12.05, ik ben onderweg. Het is veilig. Oh, die zijn met veel. Of ja? Dat flik je me niet. Hij was niet eens van plan om te schieten, geloof ik, te gek. Zo, dat scheelde weinig. Oh. Zo. De vraag is het een echt vuurwapen? Ja, dat is het. Mooi, zo testen we natuurlijk of vuurwapens echt zijn in Nederland. Hè? Dat snappen jullie ook wel. Goed, gebied veiliggesteld. Soort van. We hebben gekeken of er geen verdere legergekjes zijn. Zitten ze niet. Hij, wat ik al zei, hij was niet eens van plan geloof ik om te schieten, maar hij richtte gewoon zijn vuurwapen. Dat moet je nooit doen natuurlijk op een agent. Want hij schoot niet. En daar schoot ik natuurlijk wel op. Goed. Ik ga jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag om een paar dagen bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn is ook voor mij nog een verrassing, dus jullie gaan hem meemaken. Ik ga voor deze beste meneer een lijkschouwtje vragen. Ik ga geen ambulance vragen, dat doe ik vandaag eens niet. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En ik zie jullie dus over een paar dagen. Laat een blauw duimpje achter voor deze video, het zou altijd leuk zijn. En ja, doei!